ook zijn nachtleven. Ja, dat is wel leuk, maar kan wel beter. Dus dat kan meer georganiseerd worden, dat je langer door kunt gaan. Want vooral dat doorgaan tot in de ochtend, dat mag steeds vaker in Eindhoven. De gemeente wil daarmee meer ruimte geven aan een bruisend nachtleven. Clubs als deze op Strijp S mogen steeds vaker de hele nacht open zijn. Zeker als het aan de feestvierders ligt. Ik denk wel dat het goed is voor de jeugd om wel wat later door te gaan. Altijd zijn leuk, maar als ik door kan gaan tot 6 uur, ja, let's go. Hey, betere tijd voor de DJ's, meer geld is er omgezet, iedereen wint. Ik hou altijd wel van dagfeestjes. Gewoon overdag gewoon lekker beginnen en dan tot een uurtje op 1, 2 en dan is het ook wel goed geweest. En dan eventueel nog een afspraak voor degenen die het willen. Tot 7 uur 's ochtends, ja, dat hoop van mij niet. Toch zijn ondernemers verdeeld. Sommigen willen langer open zijn, van anderen hoeft het niet. Of dat zo'n verlaatje heel veel zin heeft, om heel eerlijk te zijn, vind ik dat niet per se. Want net als vandaag, wij beginnen nu om 8 uur. Omdat de vraag is eigenlijk gewoon enigszins vroeg beginnen en niet tot heel laat doorgaan. Ik denk dat het een beetje leeftijdsgebonden is. Ik bedoel, heel veel mensen houden er ook van om gewoon lekker om 8 uur naar een feest te gaan en 1 uur in bed te liggen. Maar ja, dat is natuurlijk de ene kant van de doelgroep. En dan krijg je de andere kant van de doelgroep. Die hebben zoiets van, ja, we starten om 11 uur en we gaan door tot 6 uur 's ochtends. In veel andere steden in Nederland gaan ze al tot later door. De vraag is of dat het geheime ingrediënt is voor een beter nachtleven. Ja, ik vind het helemaal niks aan, eerlijk gezegd. Ik vind het veel te boers, daar hou ik helemaal niet van. Het is in veel andere steden nog leuker. Voorbeelden? Kijk, dat was één voorbeeld. Ik woon zelf in Amsterdam, dus ik vind het best wel beperkt in Eindhoven. Ik vind het over het algemeen een beetje mainstream. In Amsterdam heb je gewoon meer verschillende soorten clubs met verschillende soorten muzieken. Als ik naar Amsterdam ga of naar Utrecht, dat is gewoon bullshit vergeleken met Eindhoven. Eindhoven is gewoon, die mensen, die zijn gewoon top, super gemoedelijk. En ik wil echt nergens anders feesten als in Eindhoven. Langer open is één, maar zijn er ook genoeg plekken in Eindhoven voor een spannender nachtleven? Ja, daar vind ik wel iets van. In de leeftijd waar wij een beetje in zitten, zijn we een beetje zoekende waar we op stap kunnen gaan. Ja, want jullie zijn straten een beetje beu. Ja, ja, is wel een beetje te jong inmiddels. Er zijn zoveel panden leeg. Die pannen moeten gebruikt worden. Laat de artiesten en de mensen in de culturele sector iets vets neerzetten. Want ze hebben iets vets. Dus dit is vets neer. Toch? Dus je wil een beetje underground locaties hebben, net als dit. Maar ja, die heb je gewoon bijna niet in Eindhoven. En dat is gigantisch jammer. Gemeente Eindhoven moet fucking meer locaties regelen.